Voor wie goed om zich heen kijkt, is schoonheid dichterbij dan vaak wordt gedacht. Ook en juist hier in Nederland. Het Biesbos is een mooi en ruig gebied. Met afwisselend wilgenbossen, eilanden, kreken en uitgestrekte polders. Een plek zoals deze komt op wereldschaal zelden voor. Eigenlijk zou iedereen moeten kunnen genieten van zo'n prachtig gebied. Wij gaan een natuurdocumentaire maken om de Biesbos bij u thuis te brengen. Maar om dat echt goed te doen, hebben we wel uw hulp nodig. Als geboren Dordtenaar zie ik de Biesbos altijd al als een verlenging van mijn achtertuin. En als filmmaker zie ik het als een enorme uitdaging om dit unieke gebied vast te leggen in een film. In totaal werkte ik 44 jaar voor Staatsbosbeheer, waarvan 38 jaar hier in de Biesbos als boswachter. En nu ik met pensioen ben, kan ik mijn eigen visie met de Biesbos delen. Het verhaal van de Biesbos bestaat volgens ons uit verschillende onderdelen. De geschiedenis, planten en dieren en het handelen van de mens en de impact daarvan op het gebied door de jaren heen. Natuurlijk komen diverse lokale dieren aan bod, waaronder het icoon van de Biesbos, de bever. Maar ook ijsvogels, reeën, hazen en diverse trekvogels die de Biesbos aandoen komen aan bod. Levensecht moet het zijn. Dat betekent vele uren de hort op om diersoorten vast te leggen op film. Maar ook om er te zijn als er iets bijzonders gebeurt. Een gebied als de Biesbos verandert heel vaak, over al de jaren heen. Dus is het ook belangrijk om dit stadium waarin we nu zitten goed vast te leggen. Ik weet de goede locaties te vinden. En ik zorg er ook voor dat wat belangrijk is, dat dat in beeld komt. En dat daarbij ook de juiste informatie gebruikt wordt. Dit is geen commercieel project. We maken dit echt uit onze passie en omdat we iets waardevols willen creëren. Dat betekent dat we ook de tijd nemen om deze film te maken. Met uw steun kunnen we deze film realiseren met de meest moderne filmtechnieken. Met goede camera's en goede lenzen kunnen we dieren voor u haarscherp en dichtbij in beeld brengen. Met een drone tonen we vervolgens de hele Biesbos voor u in vogelvlucht. Ja, we gaan eigenlijk voor een bioscoopfilm van pakweg anderhalf uur. En in dat anderhalf uur komen natuurlijk de seizoenen ruim aan bod. Maar dat geeft ook de beperking dat we het op ons gemak willen doen. Ten slotte vinden wij kwaliteit belangrijker dan snelheid om zo'n project mee af te kunnen ronden.